Deze week zal alles in het teken staan van de Europese top donderdag en vrijdag. Daar zal de aandacht naartoe gaan. Europese leiders zullen samenkomen om de Brexit te bediscussiëren. Ze zullen het hebben over het migratiebeleid, maar ook over de eventuele versterking van de monetaire unie, van de Europese muntunie. We weten dat dat enorm belangrijk is voor de euro op langere termijn. Wel, wat kunnen we verwachten? Wellicht komt er een positieve doorbraak, zij het gematigd. We hoorden de voorbije weken al positieve tekenen op het vlak van de begroting. We weten dat Macron de grote voorvechter is van Europa. Angela Merkel, de Duitse bondskanselier, wil hem wel ergens tegemoetkomen, maar zij heeft ook geen volledige vrijgeleide. Dus wellicht komt er duidelijkheid over de contouren van een begrotingsunie. De details, daar gaat het wellicht nog aan ontbreken. Hoe groot gaat dat zijn? Wat gaat er echt gedaan worden met dat fonds? Daar zal waarschijnlijk nog enige onduidelijkheid over blijven. Anderzijds zal er ook wellicht een positieve doorbraak komen met betrekking tot het Europese stabiliteitsmechanisme. Dat fonds, dat kenden we al van de Europese schuldencrisis. Het zijn landen als Spanje, Portugal en Griekenland die met middelen uit dat fonds zijn gered, zijn voorzien van funding, van liquiditeiten, omdat ze zich niet meer op de financiële markten konden financieren. Nu, dat Europese stabiliteitsmechanisme zal nu waarschijnlijk ook gebruikt worden om te dienen als achtervang voor de bankenunie. Wat gebeurt er als banken in de toekomst in de problemen komen? Dat was natuurlijk een groot probleem ten tijde van de eurocrisis, want doordat de banken in de problemen kwamen, kwamen ook de overheden in problemen, kwamen weer de banken meer in problemen, kwamen meer de overheden in problemen. Dat negatieve feedback loopmechanisme, dat willen ze eruit halen. En ook daar kan het Europese stabiliteitsmechanisme een extra stimulus betekenen. De vraag is natuurlijk nog wel, hoe groot zal dat fonds zijn? Tegen welke voorwaarden zal er kunnen geput worden uit dat fonds? Wie moet beslissen? Is dat het bestuur van het Europese stabiliteitsmechanisme zelf of zijn dat de nationale overheden individueel en op basis van unanimiteit? Dat zou het proces enigszins vertragen. Dus qua contouren komt er mogelijk wel een positieve kentering. Kunnen we een positieve boodschap verwachten van Macron en Merkel? Maar het zal toch eerder gematigd zijn. Het is ook niet zo dat alle landen staan te springen voor die echte verdieping van die monetaire unie. Er is nog veel scepties en vele landen willen natuurlijk vermijden dat het een fiscale transferunie wordt. En dus op dat vlak zijn nog niet alle zorgen van de baan. Wellicht een positieve stap in de goede richting, maar onder enig voorbehoud.